Hoi jongens, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe vlog. Vandaag gaan we naar een nieuw plekje toe, namelijk naar een eiland, Redang. En ik heb een paar dagjes niet gevlogd, maar dat was eigenlijk vooral omdat we gewoon heel veel gereden hebben. En dan daarna deden we eigenlijk niet zo heel erg veel. En gisteren had ik wel veel gedaan, namelijk heel erg lang gewandeld. Maar ik was mijn camera vergeten, dus ik heb een paar beelden van mijn telefoon, dus dat laat ik nu wel eventjes zien. In ieder geval gaan we vandaag dus naar het eiland toe. En ik heb er echt super veel zin in. We hoeven nog maar 12 minuten te rijden. En daarna moeten we met een boot naar het eiland toe. Dus super leuk. Dus net aangekomen op het eiland en we zijn dus met de boot gegaan en het was echt best wel leuk om even op de boot te gaan, maar het ging weer echt best wel snel. Maar we staan nu hier nog met het busje. We gaan nu in ieder geval naar ons hotel en ik hoop dat we nog even naar het strand kunnen ofzo, maar dan moeten we even kijken, want het is al 5:30, dus ik weet het niet. Goedemorgen jongens. Vandaag is weer de volgende dag en vandaag gaan we gezellig naar het strand. Gezellig ook, hè? Ik zal het even laten zien. Going to get our towels. We are going to the beach. Oké, daar kun je handdoeken halen. En dit is het strand. Oké, we hebben net even gezwommen, ik en mijn zus samen. En het was echt lekker. Echt lekker water. Echt heel lekker water. En we zitten hier zo. En het is al best wel warm, soort van. Maar het zonnetje komt nog door. Oké, we liggen nu echt wel een tijdje op het strand. En het is echt super lekker. Het is wel heel warm nu, want het is nu 12 uur of zo. En de zon schijnt nu echt heel fel. Maar het is wel heel lekker. En ik heb net ook gesnorkeld. Daar heel ver. Nou, heel ver valt er mee. Maar het was wel leuk. En we hebben van die hele fijne dingen. Hoe heet dat? Duikbrillen. Kijk, van die hele grappige fijne maskers. Kun je zo heel fijn door ademen. Die zijn echt heel fijn. Nou, ik denk dat we hier nog wel een tijdje blijven liggen. Maar verder, bijna iedereen gaat zo meteen duiken. Ik alleen niet. Want ik durf dat echt niet. En dan echt duiken met zo'n pak en zo'n fles en zo. Oké, we zitten nu bij een restaurantje. Het is een heel leuk plekje. We zitten hier zo. Dit is de kaart. En je hebt lekker frietjes, patatjes, of hetzelfde, wraps, pasta, hamburger. En het is nu echt het warmste van de dag, op het moment. Het is echt heel erg warm. En ik denk dat je het ook wel kan zien in mijn hoofd. Ik heb ook wel een heel rood hoofd. Maar we gaan lekker eten. Ik heb lekker mijn eten, ik heb een Caesar salad. Nou. En dan is hij hard gekookt. Nee hoor, daar gaat hij. Hij is hard gekookt. Nee joh. Oh nee! Zeg ik net, daar gaat hij. Hij is echt perfect. Oké, we zijn nu weer terug aan het lopen. Wij van het strand. Dat was echt heel erg leuk. Maar ik en Kar zijn nu een beetje klaar mee. Want we zijn ook verbrand. Ik weet niet of ik het kan zien. En we hebben geen zin meer. Zo erg verbrand. Oh my god. Als ik in de spiegel kijk, zie ik gewoon hoe erg ik verbrand ben. Ik weet niet of je het aan mijn gezicht kan zien. Maar ik ben erg verbrand. Hier ook. Overal. Ik ben nu even aan het wachten op mijn broer. Want die is nu aan het douchen. Daarna ga ik even douchen. En ik denk dat ik dan dit ga aandoen. Dit hemdje. Met dit rokje. Hey guys, welcome back to the new video. Nee, goed ja. Ik ben net nog even met mijn broer samen terug geweest naar het strand. En we gingen wat drinken en we gingen gewoon weer bij mijn familie zitten. En nu zijn we weer terug in het hotel. Ik ben nu nog even de video aan het editen.
Want ik ga vandaag weer een nieuwe video uploaden. En om 8 uur gaan we avondeten. En verder eigenlijk gaan we niet zo heel erg veel doen. Maar lekker chill. We gaan nu naar het restaurantje lopen. Ik weet niet. We gaan dus nu naar... Nou, Karst. We gaan dus nu naar het restaurantje lopen. En ik heb wel zin in een lekker burgertje. Dus ik hoop dat ze dat hebben. Waarom lopen jullie zo? Ja. We zijn er. Beach Brasserie. Appetizer. Soeps. Pasta. Lekker. We zitten nu dus binnen bij het restaurantje en ik weet eigenlijk al gelijk wat ik ga nemen voor mijn hoofdgerecht. Namelijk een pasta. Ik ga de fusilli nemen. Dat is gewoon een soort van bolognese. Ik heb lekker mijn hoofdgerechtje. Oh, lekker. Mijn toetje en lava cakeje. Ik ga hem opensnijden. Goedemorgen jongens, vandaag is dus weer de volgende dag en vandaag ga ik snorkelen. Super veel zin in. We gaan met zo'n bootje gaan we gewoon over de zee en dan stoppen we ergens en dan gaan we snorkelen. Dus ik heb er super veel zin in. Ik heb mijn bikini al hier onderaan. En mijn schouders doen nog zoveel pijn, want ik ben natuurlijk gisteren verbrand. Ja, dat dus eigenlijk verder niet echt veel. Maar ik heb er wel zin in. En we hebben trouwens ook een GoPro. Dus dan kan ik lekker voor jullie onder water filmen. We zitten nu dus op de boot. En we hebben al de eerste stop gehad. En dat was hier, ik heb het mij laten zien. En we hebben gesnorkeld. Het is heel erg leuk. Er zijn echt super vissen. En we gaan nu alweer door naar de tweede plek. En ik weet niet hoe dat eruit ziet, maar we moesten wel een zwemvest aan. Want ook wel dat is fijner om dat om te hebben. Maar we gaan nu volgende plek. Oké, we zijn nu alweer bij de laatste stap. Ik heb gezondheid. Ik heb wel een stukje even niet meer gefilmd. Maar we zijn dus bij de laatste stop en we hebben net gezongen met schildpadden. En ik heb eentje aangeraakt. Super leuk. Ik ga even voor jullie kijken of ik er eentje kan vinden. Woe! Ja, kom dan. Oh, ze zijn zo groot en zo leuk. We hebben ook... Oh, hij is nog ingezoomd. Maar dit is dus de laatste stop. En hier gaan we gelijk door naar ons huisje. En dan gaan we even lekker middag eten. En het is namelijk pas 1 uur. Zoiets, ik weet niet precies. En daar zit trouwens ons resort. Oké, we zijn klaar met snorkelen. En we zitten nu weer bij hetzelfde restaurantje als waar we gisteren in de middag ook zaten. En we gaan hier ook weer lekker wat lunch. Ik heb een beefburger besteld. En ik heb ook leuke foto's gemaakt. We hebben dus eten besteld en ik heb lekker een wrap. Mm-hmm.
Ik was even vanaf de lunch naar onze hotelkamer gegaan. Want ik was namelijk een beetje moe en zo. En ik wou gewoon even zitten thuis. En ik dacht, ik ga even de video editen. Dus dat heb ik net gedaan. En ik ga nu weer terug naar het strand. Ga ik gewoon even op mijn bedje liggen. Ik heb even dit gewoon over mijn bikini aan. Ik heb mijn bikini nog aan. Dus ik kan er nog even lekker liggen. Ik heb mijn haar net even gekamd. Ik heb nog niet gewassen, maar dat doe ik later. Ik ga nu in ieder geval even daar naartoe. Ik heb mijn oortjes mee. Kun ik lekker muziek luisteren. En ja, we zitten nu dus bij een restaurantje en ik heb mijn eten al. Ik heb namelijk dit, super lekker. We zitten trouwens bij hetzelfde restaurantje als gisteren. En ik heb weer iets met kip, ik weet het niet. In ieder geval, ik hoop dat het lekker is. We zijn nu weer aan het teruglopen. Mijn moeder en George, die zijn nog. We zijn nog even wat drinken. Maar we zijn alvast terug aan het gaan, want we hebben geen zin meer. We zijn moe. Dus ik ga zo lekker in bed liggen en slapen. Ik ben best wel moe. Zoals jullie nu zien ben ik al thuis. Ik ben al een tijdje thuis van mijn vakantie. Het was super leuk en ik heb het heel erg naar mijn zin gehad. Het enige nadeel is, dat moet ik jullie nog even vertellen, het enige nadeel is dus dat we onze koffers niet hebben. Onze koffers liggen nu op Schiphol. We kregen vandaag een berichtje dat ze nu op Schiphol zijn. Ze lagen eerst nog in China. Wat het probleem dus was, ik zou het allemaal even uitleggen. We hadden onze eerste vlucht, dat was van het eiland, volgens mij van Marang. Ik weet niet hoe het heette. Naar Kuala Lumpur. Dat ging gewoon helemaal goed. Toen bleven we in Kuala Lumpur overnachten. We bleven slapen. En toen in de volgende ochtend gingen we vanaf Kuala Lumpur naar China. Die vlucht ging wel goed. Alleen het enige nadeel was is dat we 40 minuten vertraging hadden op die vlucht. We zaten al zo van, nou, we denken dat we het gewoon gaan halen. De tweede vlucht, want er zit 2 uur tussen. Dus 40 minuten, ja, dat maakt niet zo erg veel uit. Anders hadden we toch moeten wachten. Toen we aankwamen in China duurde het wat langer. En dan hadden we eigenlijk best wel haast om naar de volgende vlucht werd gaan van China naar Nederland. Wat het probleem was, we hadden nog iets van 20 minuten, een kwartier om naar de volgende vlucht te gaan. En dan zou de vlucht vertrekken echt gewoon weggaan. Dus wij moesten echt super haasten. We hadden zo'n sticker opgekregen van dat we dan gewoon in 1 keer gelijk door kunnen rennen. Ze helpt ons heel goed, dat was wel heel erg fijn. En ze zeiden ook, ja, de koffers regelen wij. Wij doen hem in jullie vliegtuig. Jullie hoeven er geen zorgen over te maken. Dus dat was super fijn. En uiteindelijk hadden we het gehaald. We zaten in het vliegtuig. De vlucht was nog 12 uur of zo, dus best wel lang. Toen kwamen we aan in Nederland. Toen liepen we naar de band toe, waar je bagage altijd komt. Waren we daar de hele tijd aan het wachten tot we onze bagage zagen. Maar we zagen ze maar niet. En we dachten, ja, straks is het niet aangekomen. We hadden al een soort van een beetje pech met ook weer die vertraging. En ook maar weer dat we maar een kwartier hadden, 20 minuten ertussen voor de volgende vlucht. Dus we dachten al zo een beetje van, ja, ik denk dat bagage gewoon niet is aangekomen in Nederland. Ja, heel erg jammer, maar we hebben onze koffers dus nu nog niet. En waarschijnlijk morgen komen onze koffers binnen. Maar verder, weet je, het was een hele leuke vakantie. Dus ik heb het wel erg naar mijn zin gehad. Het jammer is nu gewoon dat we onze koffers gewoon niet hebben. En ik hoop dat we ze morgenochtend hebben. Want al mijn spullen zitten in mijn koffer. En ik heb ook nu echt niet zo heel veel kleding. Dit is nog wel een leuk shirt die ik dan had, die ik niet mee had. Maar bijvoorbeeld al mijn make-up heb ik ook niet. Ik heb alleen mijn mascara. En al mijn dingen voor mijn gezicht en zo. Alles, dat heb ik gewoon niet. Al mijn kleding, dat is weg. Al mijn leuke dingen heb ik gewoon niet nu die ik aan kan. Dus ik hoop dat het morgenochtend binnenkomt. En dan heb ik al mijn spullen weer. Ja, dat eigenlijk. Maar alsnog, ik hoop wel dat jullie de vlog erg leuk vonden. Ik vond zelf wel het heel leuk dat ik wel gewoon gevlogd heb op vakantie. Ik heb natuurlijk niet elke dag gevlogd, wat ik had uitgelegd. Maar ja, alsnog zijn de vlogs heel erg leuk geworden, vind ik zelf. En ik hoop dat jullie ze ook leuk vonden. Doe dan zeker even een blauw duimpje omhoog voor de vlogs. En abonneer ook even op mijn kanaal. Dat zou ik heel erg leuk vinden. En dan zie ik jullie zo snel mogelijk weer bij de volgende video. Doeg!